allemaal. Vandaag is het weer tijd voor een update van hoe het me mist na de zwangerschap en hoe het met Niels gaat. Niels is nu 10 weken oud, dus het gaat nu rapjes. Dus het leek me leuk om alweer even een update te doen. En zoals jullie ervan gewend zijn, zonder een papiertje en met een hoop geratel. Ik kreeg de vraag of ik wilde letten of ik wat minder vaak wilde zeggen. En dat is bij deze video's vind ik heel lastig, omdat ik hier echt spontaan praat zonder... Bij heel veel video's zit natuurlijk voorbereiding of bij een make-up tutorial is het ook anders. Maar ja, bij dit soort filmpjes praat ik gewoon echt zoals ik ook tegen een vriendinnetje zou praten. En dan zit er wel heel vaak bij. Dus ik zal erop proberen te letten. Maar bij de spontanere filmpjes, zeg maar, niet dat de andere filmpjes niet, maar als in de niet ingestudeerde filmpjes, voor zover andere filmpjes ingestudeerd zijn, kan het zijn dat ik wat vaker zeg. Ik weet het, ik zeg het heel vaak, dus spreek me er gerust op aan. Ik zeg alleen, bij dit soort filmpjes is het vaker lastig om het te voorkomen, vind ik, voor mij. Maar ik zal erop letten, maar het moet ook leuk blijven. En juist zoals ik tegen vriendinnetjes ook praat, dus dat. 10 weken. Nou, daar begon ik al lekker. Goed begin. 10 weken. Hij is naar het consultatiebureau geweest. En hij woog 60 centimeter. Of hij woog. Hij is 60 centimeter lang en woog 6 kilo. Dus al een behoorlijk mannetje inmiddels. Hij zit net iets boven de middenlijn. Dus dat is prima. Verder ook in zijn ontwikkeling deed hij het heel goed. En hij was zelfs al wat ver met bepaalde dingen. Want hij doet bijvoorbeeld een soort raar... Zo'n soort iets met zijn smakken, met zijn lippen en zo. En ze zei dat ze in principe pas vaak vanaf een maand of 4. Dus jee voor Niels. Ik merk zelf dat hij sneller is met spraak. Hij brabbelt echt al behoorlijk. Voor zover je het brabbelen kan noemen, is meer dat doet hij echt al veel. En ik kan niet zonder zeggen. Dan weten we dat. Laten we dat nu ook gewoon achter ons. Want ik word er nu heel erg afgeleid om er heel erg op te letten. En dat maakt het gewoon niet leuk. Oké, klaar. Er kan af en toe komen als het je stoort, spijt me. Ik ga eraan werken, dan probeer ik het in het dagelijks leven te gaan oefenen of zo. Maar ik ga het nu niet alleen maar in filmpjes doen, want dat werkt gewoon niet. Het moet gewoon leuk blijven, spontaan. En anders zit ik alleen maar na te denken of ik geen zeg in plaats van dat ik mijn verhaal vertel. Zo, hoppatee. Wat ik wilde zeggen, waar was ik gebleven? Nou ja, dat hij dus echt al een beetje brabbelt en lacht. Hij lachte laatst met geluid, dat was helemaal awesome. En het is gewoon heel, heel schattig. Ik merk dat hij daarin dus best wel snel is. Hij pakt nog niet echt dingen op. Volgens mij hoeft hij dat nu ook nog niet te doen. Maar hij is dus echt wel een beetje aan het kletsen met je of zo. Dat is heel leuk. Je merkt nu veel meer contact. Hij volgt je ook echt met zijn ogen en zo. En ze zei dus dat hij met dat rare soort gesmak, zeg maar, goed was voor zijn ontwikkeling en zo. Dus dat was goed. Het enige was dat hij nog een beetje een voorkeurshouding heeft. Dat betekent dat hij graag op één kant ligt. Nou, let ik daar sowieso wel op. En het is mij eigenlijk nooit heel erg opgevallen. Dus wat ik wel merkte was dat hij, zeg maar, zijn hoofd minder ver naar de ene kant draait. Maar hij ligt eigenlijk... Ja, niet per se graag op één kant. Voor zover ik had gemerkt. Want ik had er wel eens op gelet dat ik het idee had dat zijn hoofdje al een beetje schever was. Nou, het is inderdaad iets scheef. Allemaal niet zo dramatisch natuurlijk, want dat hebben de meeste baby's, geloof ik. Maar we moeten hem dus iets meer op zijn linkerkant gaan leggen. Voor de kijkers dus rechts, zeg maar, moeten we hem dan... Nou, dus dat proberen we dan nu te doen. En dat gaat eigenlijk wel prima. Maar het blijft wel lastig, want ja, als hij... wakker is, dan je legt hem naar één kant, dan doet hij gewoon net zo leuk weer naar de andere kant natuurlijk. Dus het is puur eigenlijk als hij in het slaap is, probeer hem zo over je mee te draaien. Dus nou, eigenlijk was dat heel goed. Hij kreeg ook zijn eerste prikjes, heel zielig, maar hij deed echt heel goed. Hij kreeg twee behoorlijke prikken in zijn benen en Sven hield hem vast en ik was voor de mental support. Maar hij was eigenlijk alleen maar even aan het krijzen op het moment dat hij prikjes kreeg en daarna was hij gewoon weer lief. En eigenlijk die dag ook, zeg maar, had ik gewoon natuurlijk gepland dat ik niet zoveel hoefde te doen. Ook om, hij moet er dan natuurlijk van bij komen. Maar hij was eigenlijk helemaal niet huilig. Hij heeft gewoon heel erg veel geslapen, gewoon tegen ons aangeslapen. Dus nou ja, prima. Dus af en toe werd hij een beetje warm, maar ook niet echt noemenswaardig. Dus is hij eigenlijk heel goed doorheen gegaan. Nou, nu zit hij in zijn sprongetje. Sprong 3 voor degene die Oei Ik Groei doen. Ik heb de Oei Ik Groei app. Ik heb ook het boek. Maar ik vind de Oei Ik Groei app wel leuk. Omdat je daar echt, zeg maar, het ook op jouw kindje toegepast, zeg maar, ziet. Ik zal het even laten zien.
En hier, ik weet niet of je het kan zien. Misschien zie je het niet op beeld. Er staat Niels 12 weken. En dat is omdat ze rekenen vanaf de uitgerekende datum. En Niels is natuurlijk bijna 2 weken later geboren. Dus Niels is 10 weken, maar de app rekent vanaf uitgerekende datum. En dan zegt ze, en dan gaat dus ontwikkelen. En staat er momenteel in sprong 3. En dat is dus de derde sprong in de mentale ontwikkeling. En dat is de sprong van de vloeiende overgangen. Dat houdt in dat hij zeg maar meer vloeiend gaat bewegen. Minder robotachtig, dat soort dingen. Dat is heel leuk. Want in die app staat het gewoon even kort. In het boek staat zeg maar wat meer informatie. En gewoon, ja, gewoon wat uitgebreider. En de app zegt gewoon even kort van... Nou, dit gaat er in het kort gebeuren. Hij vindt het nu bijvoorbeeld dan leuk om vliegtuigen te spelen. Dus dan hou je hem vast en dan vlieg je hem zo door de ruimte. Vindt hij heel leuk. Vindt mama niet zo leuk omdat het gewoon heel erg zwaar is voor het lijf. Maar het is wel heel leuk om te doen. En dan heb je dus ook bijvoorbeeld... Ik weet ook niet of jullie dat kunnen zien. Ik kan niet zo goed zien of jullie het kunnen zien. Oh, wacht, daar komt iets. Je zie je dus ook die zwarte strepen zijn dan zeg maar de sprongetjes. En hij zit dus nu aan het einde van zijn derde sprongetje. Maar er komen dus ook 2 hele lange sprongen aan. Dan hoop ik echt niet dat hij zo is als nu, want dan worden we gek. Want wat je nu heel erg merkt, is dat hij is huilerig. Hij wil eigenlijk gewoon heel veel bij je liggen. En ja, dat kan natuurlijk niet als ik aan het werk ben straks. Dan, ja, oh, dan hoor je hem. Ja, dat is gewoon, ja, een sprong is een ontwikkeling. En daar kan je ook niets van doen, dat hoort erbij. En dat is alleen maar heel erg goed. Alleen het is heel zielig, want hij huilt dus nu heel veel. En heeft hij eigenlijk bij de vorige niet zo... erg gehad, voor mijn gevoel. Maar nu heeft hij het wel echt, ja, vooral dat huilerig. Hij drinkt niet echt meer of zo. Moet ook zeggen dat ik dat misschien ook niet, omdat hij gewoon veel huilt, kan ik het af en toe ook niet, weet ik ook af en toe niet precies waar het aan ligt. Want mijn haar is echt heel statisch ineens. Dus dat vind ik ook lastig om te zeggen, of hij meer zou willen drinken. Maar ik hou me gewoon eigenlijk aan het schema. Dat is misschien ook wel goed om te zeggen. We zijn nu naar 5 voedingen per dag. Want eigenlijk is de nacht dus helemaal weggevallen. We slapen nu gewoon 's nachts door. Dat wil niet zeggen dat we hebben om 11 uur de laatste voeding. Dus zo 11:30, 12:00 slapen we dan. En om 7:00 is eigenlijk de volgende. Nou, vandaag bleef Lieve Niels nog een uurtje langer liggen. Dus toen hebben we tot 8:00 kunnen slapen. Wat hemels was. Maar normaal gesproken zeg maar rond 7:00. En dat wil niet zeggen dat hij de hele nacht niet wakker wordt. Hij wordt dan soms wel wakker en dan moet je een speentje erin doen of een ei geven of iets in die richting. Of hij moet nog een boer kwijt. Alleen we hoeven hem dan niet te voeden. Dus dat scheelt je een hele hoop tijd. Dus dat is heel fijn. Dan voed ik verder dus om 7:00, om 11:00, om 3:00, om 7:00 en om 11:00. Dus eigenlijk gaat dat heel goed. Ik heb laatst ook een video gemaakt, ook op jullie verzoek, met Niels zijn kledingkast. Dus als je die wil zien, zal ik hem wel even hier ergens onderaan, bovenaan ergens linken. Nou, hij zit nu een beetje dus tussen 2 maten in. Dat hij 60 centimeter is. Dus soms 56, soms 62. Dus het is nu een beetje zoeken. En hij heeft vooral lange benen. Dus vooral met broekjes. Maar ik merk ook wel dat shirtjes soms wat kort worden. En ja, hij is gewoon enorm hard aan het groeien. Dus dat betekent dus ook dat de borstvoeding nog steeds lekker gaat. Dus dat is fijn. Dan met mij. Iets gehavender uit strijd gekomen dan ik aanvankelijk dacht. Ik loopde bij een bekkenbodemfysiotherapeut en ik was ook wel geschokt over hoe ver het litteken ook van binnen is. Ik had me dat niet zo beseft. En dat litteken is nog niet helemaal lekker geheeld. En ook ben ik gewoon, ja, lichamelijk, die hele bekkenbodem zo, is gewoon toch wat gehavender dan ik dacht. Dus ik moet veel oefeningen doen, ook mijn diepste buikspieren goed trainen. En ik blijk een navelbreuk te hebben. Ik kon er ook nog wel bij. Het is een beetje tussen neus en lippen doorgezegd. En het is niet helemaal duidelijk wat ik ermee moet. Ik heb er wel op gegoogeld en komt er eigenlijk op neer dat er niet zoveel aan te doen is. Jij kan het laten opereren, maar dan moet je er last van hebben. Maar het is mij niet helemaal duidelijk of het vanzelf ook weer over kan gaan of niet. En nou, dus ik moet er nog wat meer over weten. Ik weet niet zo goed ook wie ik daarvoor moet bellen. Want de bekkenbodemfysio heeft het geconstateerd, maar de verloskundige heeft er nooit iets over gezegd. En ook, ik ben natuurlijk ook bij mijn zwangerschapscursus gecheckt en... bij de zwangerschapsgym. Maar niemand heeft verder ooit iets over gezegd. Het is gewoon wel zo. Je voelt echt een gat bij mijn buik. Ik zal het straks wel even laten zien. Maar je hebt zeg maar je buikspieren. En die gaan natuurlijk uit elkaar met je zwangerschap. En die gaan weer bij elkaar. Dus die zitten wel weer een soort van bij elkaar. Maar dan als je bij mijn buik, zeg maar bij mijn navel voelt. Dan voel je echt een soort gat. Dus ja, ik kan het niet anders uitleggen. Dus ik weet niet of het... kwaad kan een probleem is. Ik heb geen idee. Als iemand het weet, please let me know in de comments.
Of misschien dat ik tegen deze tijd alweer uitgezocht, maar ik heb het net gehoord, dus ik kan er nu nog niet zo heel veel mee. Ik ben ook naar een osteopaat gegaan, omdat ik mijn darmen gewoon niet echt lekker werken. En dat is natuurlijk altijd, voor wie mij langer volgt, weet dat dat altijd een issue was. En een osteopaat die masseert eigenlijk je bindweefsel. Dus echt, zeg maar, je hebt een soort pak van bindweefsel aan. Iedereen heeft dat. En dat kan, zeg maar, ja, te strak of te los of te, ik weet het niet, zitten. En nou, zij masseert dat bindweefsel, waardoor mijn darmen en zo weer beter kunnen gaan bewegen. Dus dat is, ja, weet je, om dat ook weer fijn te krijgen. Dat ik ook geen last van mijn buik en zo krijg. Dus ja, er moet gewoon nog wel het een en ander gebeuren. Maar goed. Ik mag dus ook nog niet echt iets anders doen dan zwangerschapsgym. Ik wilde eigenlijk heel graag weer gaan Zumba. Ik wilde de body shape weer gaan doen. Maar ik mag niet normaal sporten nog. Dus dan niet. Verder eigenlijk qua kleding en zo zit alles gewoon goed. Ik pas mijn broeken, ik pas mijn shirts. Alleen ik doe gewoon nog niet echt iets straks aan. Omdat ik dus een beetje nog een raar buikje heb. Omdat dat, ja, ik denk dat het ook deels dus door die navelbreuk komt. Want ze zei ook, ziet jouw navel er normaal zo uit? Ik zei, nou nee. Dus nou, dat heeft daar ook mee te maken. Dus. Verder, mijn haar is nog steeds, ik ben net naar de kapper geweest. Mijn haar is nog steeds heel erg vol. Mijn nagels groeien echt als kool en zijn echt super sterk. Nog nooit zo'n sterke nagels gehad. En de kapster zei ook, dit soort dingen is waarschijnlijk gewoon, als je stopt met borstvoeding, dan gaat je haar pas uitvallen. En yes. Ja, jammer. Verder zijn we bij het kinderdagverblijf geweest voor Niels. En hebben we wendagen gepland en zo. Dus hij gaat binnenkort gaat hij wennen. En dat is natuurlijk allemaal heel spannend. Maar goed, hij gaat het vast hartstikke goed doen. Hartstikke leuk. Misschien nog wat vertellen over mijn verlof. Ik ben nog steeds met verlof. Eigenlijk zou ik 18 februari weer moeten beginnen. Maar ik neem nog iets extra vrij. Ook omdat ik dus best wel toch gaaf uit die strijd moet. En nog elke week dus naar de fysio en zo moet. Dacht ik, ja, weet je, laten we mezelf ook niet al te lastig maken. Ik neem gewoon nog wat vrije dagen op. Of ouderschapsverlof, moet ik nog even kijken. Tegen de tijd dat jullie dit zien, is het misschien net 8 februari of net niet. Weet ik niet precies. Oh ja, en ook voor degene die alleen deze filmpjes kijken. Misschien niet mijn tutorials. Ik heb nu vaste uploaddagen. Ik ben bij een netwerk aangesloten. En die hebben me ook geholpen met een beetje kijken. Nou ja, voor jullie zeg maar hoe het ook beter kan. En een van de dingen was, ik heb natuurlijk vaste uploaddagen. Maar het kon altijd een artikel of een filmpje zijn. En nu heb ik besloten dat ik elke woensdag en zaterdag komt er een filmpje online. En elke zondag een artikel. Dus als je benieuwd bent, dan heb ik in ieder geval die 3 dagen. En soms post ik ook nog wel extra artikelen of filmpjes. Dus het is niet zo van dat het er per se 3 zijn. Het zijn altijd 3 of meer. En in ieder geval de woensdag en de zaterdag dus een filmpje. Dus dan weten jullie dat ook. Ik ben ook heel benieuwd, want ik heb dus een nieuwe banner boven in YouTube. En een nieuwe foto's. Dus laat me maar weten wat je ervan vindt. Ik ben heel benieuwd. Dat was het denk ik wel een beetje. Ik ga nog een filmpje, jullie vroegen ook gewoon wat de belangrijke spullen zijn voor de eerste tijd. Dus daar ga ik ook nog, ben ik over na aan het denken wat ik daar allemaal bij moet noemen. Maar in ieder geval, dat filmpje komt er nog aan. En ja, dat was het denk ik wel zo'n beetje. Ik vergeet bijna nog even mijn buik te laten zien. Ik heb wel weer een joggingbroek aan. Zo, dit is hem in een shirt. En dit is zonder. Dus ja... Het is gewoon nog een beetje, ja, dit deel is gewoon nog een beetje gekkig. Maar ja, daar kan ik nu ook niet zoveel aan doen. En zoals je ziet is dus mijn navel een beetje gek. En hier is dus, ja, hier voel je dus die navelbreuk. Ja, als je het zeg maar aanspant, dan voel ik dat het hier gewoon tegen elkaar zit. En dat ik hier een soort gat heb. Dus dit is mijn buik bij 10 weken na de zwangerschap. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. In ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie niet al te veel last hebben gehad van mijn en sorry als dat wel zo was. Ik doe mijn best, maar lastig. En ja, ik zie jullie snel. Doeg! Na kan maken. Ik kan natuurlijk ook van allebei een beetje gebruiken. Dan zie je een beetje het idee. Want natuurlijk allebei een licht.